Het seizoen 2012-2013 staat voor HBV in het teken van het 100-jarig bestaan. HBV is daarmee de oudste voetbalvereniging van het land van Kuik. Raymond Veulings, Henriette Thomassen, er is al heel wat georganiseerd afgelopen jaar. 1 mei is de verjaardag. Hoe gaat dit eruit zien? Nou, we starten met een optocht, geleid door het Sint-Antoniusgilde. Die gaan met trommels voorop. En dan gaan we in een geel-witte stoet vanaf het dorpsplein naar het sportpark Kalbroek. En daar hebben we verschillende andere activiteiten, waaronder een ballonnenwedstrijd voor alle leden. Er gaat een heuse luchtballon de lucht in vanaf de middenstip, met erin 5 HBV'ers. En verder vindt de presentatie plaats van het jubileumboek. Jij gaat voornamelijk over het jubileumboek. Vertel er eens wat over. We hebben met 4 personen een jubileumboek gemaakt over de geschiedenis van HBV. Het was heel veel werk, maar uiteindelijk is het resultaat heel goed geworden. Er wordt alles in beschreven, leuke anekdotes, verhalen, statistieken, noem maar op. Ben je er lang mee bezig geweest? We zijn er lang mee bezig geweest. Het aantal uren durf ik niet te zeggen, maar er heeft aardig uurtje in gezeten, ja. Hebben daar meerdere mensen aan meegeholpen en ook aan het aanleveren van foto's en oud materiaal? Jazeker. De commissie van het boek bestond uit 4 personen. Thijs Derks, Giel Teunissen, Guus Kennis en ikzelf. En we hebben heel veel hulp gehad van andere beheersenaren of oud-HBV-leden. Die hebben foto's aangeleverd of geholpen met verhalen. En daar hebben we heel veel aan gehad. Hoeveel boeken zijn er besteld? 400. Is het boek alleen woensdag 1 mei te verkrijgen of is het daarna ook nog ergens te koop? Nee, de verkoop begint op 1 mei. Daarna is het boek te koop hier bij HBV in de kantine of bij Jos van den Heuvel in het dorp. Wat is de prijs van het boek? Het boek gaat €15 kosten. Het jubileum is opgesplitst in 2 weekenden. Het eerste weekend is 24 en 25 mei. Dan staat de HBV Revue op het programma. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, hier op de parkeerterrein staat een grote feesttent. Daar wordt een revue georganiseerd en dat houdt in dat de 100 jaar geschiedenis van HBV wordt verteld in zang, in dans, in sketches, leuke anekdotes. En het wordt uitgevoerd door ongeveer 60 of 70 mensen uit Beers. En, zijn dit allemaal mensen uit de sportvereniging? Niet allemaal, maar wel hebben ze allemaal iets met Beers te maken. Het zijn jeugdleden, het zijn senioren, het zijn mensen die vroeger veel voor HBV hebben betekend. En we willen daarmee alle beersenaren eigenlijk bedanken voor 100 jaar HBV. Is er entry aan deze revue verbonden? Ja, de toegangskaarten zijn vanaf 1 mei te koop. Hier op het voetbalveld en later bij Jos van den Heuvel. Kost €5 en daar zit een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst bij in. 31 mei tot en met 2 juni is dan het tweede jubileumweekend. Een onderdeel daarvan is Terug in de Tijd toernooi. Nou, wat houdt zo'n toernooi in? Dat toernooi is eigenlijk een voetbaltoernooi met de jongens en meiden waar vroeger mee gevoetbald is. Die spelen samen een competitie. Het is eigenlijk een hoog reuniegehalte waar eigenlijk de gezelligheid voorop staat, boven het resultaat. Hebben veel deelnemers zich aangemeld hiervoor? Daar zijn we nog volop mee bezig. We verwachten wel heel veel mensen dat te krijgen, maar hoeveel er mee gaan doen is nog niet helemaal bekend. Daar komt ook nog heel wat bij kijken qua organisatie, lijkt mij. Ja, we moeten alle mensen die dus vroeger bij HBV gevoetbald hebben, moeten we op een of andere manier hier zien te krijgen. En dat gaat tegenwoordig via de digitale snelweg wat makkelijker als met aanschrijven met een brief. Staat er ook nog een receptie op het programma? Ja, die is aansluitend op die zondag dat het Terug in de Tijd toernooi georganiseerd wordt. Hoe heeft de voetbalvereniging deze activiteiten kunnen bekostigen? Nou, in de aanloop van het jubileumjaar hebben we onder andere een dienstenveiling georganiseerd. Daar hadden we heel veel kavels in de verkoop waar goed op geboden is. Daar hebben we al een flinke som geld mee op kunnen halen. En verder is er Bouncing Beers georganiseerd. Dat is een DJ-contest met de hele avond schitterende muziek. Wat in ieder geval ook heel veel mensen hier naartoe heeft getrokken. Ook is er nog een loterij tijdens het jubileumweekend. Een flinke loterij? Ja, dat is een loterij. Er worden 350 loten verkocht. Een lot kost €100 per stuk. Gelijk aan het jubileum van HBV. Er zijn nog enkele loten beschikbaar en er worden schitterende prijzen uitgereikt. Waaronder een auto, een bokspring, een elektrische fiets en nog diverse prijzen die ik zo nu even niet kan noemen. Waar kunnen deze loten gekocht worden? Die kunnen hier in de kantine gekocht worden en bij Jos van den Heuvel in Beers. Kijkers die meer informatie willen over het jubileum of over de activiteiten die nog georganiseerd worden, waar kunnen zij terecht? Op de site van HBV op www.hbvbeers.nl.